Ik ga eindelijk naar de kapper. Yay! Zo, dit ziet er raar uit. Zo, wow, met mijn haar. Moet ik de achterkant zien. Helemaal licht al, hè? Zo aan de kant naar achteren heb jij. Holy het is in tijd niet zo druk geweest. Nee. Doe dit ook nog? Schatje. Oh. Oh. Ja, die moesten we nog verkopen. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Je hele mond zit rond. Echt? Oh, een chocola hier zo. Serieus? Ja. Hij is ook even lekker aan het smikkelen geweest. Oh mijn god. Ja, lekker. Nou, had je nog wat voor vandaag? Zo erg. Nog net iets hoger. Ik kom er dus niet bij. Ja, kijk maar eens op je telefoon. Jeetje, je gaat er heel erg. Echt veel, hè? Wow, hier heb ik mee geslapen. Ik deed door het gordijn open en ik dacht, wat heeft hij daar? Ik moest even nadenken. Maar jongens, het was het ijsje. Kijk, hier ligt ook nog een stokje van een split. Ja, voor de mensen die het niet snappen of weten. Ik heb gisteravond om 2:30 s'nachts een ijsje gepakt uit de vriezer. Die ging ik opeten en dan ik zin in. Oh, echt te mooi dit. Ja. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een goede nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga eindelijk naar de kapper. Yay! Yay! Eindelijk. Maar van alle plekken waar je naar de kapper kan gaan, ga ik naar Rotterdam. Roffa. Rotterdam! Ik ben niet horen dan. Rotterdam! Ja, Rotterdam. Leuk. Nou, let's go. We moeten ook gaan volgens mij. Het is 9:45. We moesten daar om 11:00 zijn. We moeten daar om 11:00 zijn. Dus om 10:00 weg. Het is een uurtje rijden. Nou. Ja, dat is over een kwartiertje. Nou, gewoon precies op tijd dus. En het ijsje was lekker hoor. Mooi zo. Nou, zoals jullie kunnen horen, het is weer een lekker weertje hier in Nederland. Holy moly. Je ziet echt bijna niks. Je hebt af en toe van die hele harde buien even plaatselijk. Dan kan je echt bijna niks zien. En ik zou zeker met het weer niet achter een vrachtwagen rijden, want dan zie je echt helemaal niks. Wat voor nattigheid allemaal hier daar boven komt, van die grote banden van die vrachtwagen, echt niet normaal. Maar goed, we zijn onderweg naar Rotterdam en we komen er wel. Wow, het is gewoon overstroomd hier. Holy shit. Daarom is het afgesloten. Kijk dan. Dikke plas met water. Wow, daar wil je toch doorheen rijden? Ja, eigenlijk wilde ik daar gewoon vol gas doorheen, hoor. Ja. Die man met die scheppen niet schoot. Holy shit, nou echt niet normaal. Wow, het is altijd wel gek eigenlijk. Want dan sta je zo lang in de file en dan ben je wel een beetje aan het afvragen wat is er aan de hand. Maar dit had ik niet verwacht. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nee, holy shit. Dat was echt een megaplas. Echt een megaplas. En vaak heb ik al zo dat als ik aan het rijden ben en ik zie een plas, dat ik zo even een klein stukje naar rechts of links ga om die plas te pakken. Weet je nog die keer dat ik erbij stond en dat je mij... Zo! Toen kwamen wij op het geniale idee om serieus Myron naast een plas te zetten en dan gewoon met de auto er langs te rijden. Ik dat was echt leuk. Dat was met Oud en Nieuw. Ja? Ja, dat was zo geniaal. Dat was in de nacht van Oud en Nieuw. Nee. Niet? Nee, was samen met Jurien. Ja. Die heeft het toen ook nog gefilmd. Met Oud en Nieuw waren we met Thijs en Damien. Oei, joh, dan ben ik echt in de war. Yep. Maar maakt niet uit. Oh, nee, Thijs en Noël bedoel ik. Maar ja, ik ben nog niet zo lang wakker. Maar check even dat moment. Geniaal. Oké, okay, daar gaan we, dames en heren. Oh my god!
ben kletsnat. En wanneer ga jij het een keertje doen? Ja, jij gaat het sowieso in de zomer doen. Als het warm is buiten en dan regent, dan zeg je, ah, nu kan het wel even. Ja, zou best kunnen. Je hebt pas door hoe groot zo'n brug eigenlijk echt is als je gewoon zachtjes er langs rijdt. Die balken, die zijn groot. Wow. Dat is niet normaal. Ik zet hem even in zijn achteruit. Gelukkig staat er niemand achter mij. En laten we dan even kijken. Oh, dat kunnen we net niet zien. Wow, serieus? Straks met het rijden wil jij dan proberen om die Ford Ka voor ons te filmen? Tenminste, het is een sport Ford Ka. En het lijkt erop alsof deze sport Ford Ka gewoon serieus op gas rijdt. Huh? Zie je dat? Oh, huh? Wat is dat? Nee, dat kan ook wel gewoon een andere uitlaat zijn. Oh, dat is een lamp. Is het een lamp? Oh ja, daaronder zit de uitlaat. Daar rechtsonder wel. Zit de uitlaat. Oh joh, ik dacht alleen maar pick-up trucks en zo die rijden. Of busjes in het algemeen, die rijden op gas. En dit leek net zo'n gasingang. Snap wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Oh, ja. Het was wel geniaal geweest als dat zo was. Ja, gewoon een Ford Ka op gas. Ja. Ik weet niet of dat uitkomt. Geniaal. Oké, zijn in Barendrecht. Yes. We hebben het gewoon gered. Hoe fijn is dat? Daar zijn we! Hallo! Hoe is het? Goed, met jou? Goed. We zijn nu wat inspiratie aan het opdoen op internet. En ik zei dat ik deze mooi vind, dus dit model. Ik zei tegen Marjum van ja, oké, dat is super mooi. Alleen het enige probleem is, je laat echt een super knap model zien. En dat ben ik niet. Dus ze zei Marjum, ja, jij bent meer dit. Jij komt er straks zo uit te zien. Ja, echt nou, wat een compliment. Dat vinden ze helemaal mooi, hè? Dat vinden ze helemaal mooi. Kijk, zo vind ik het mooi. Dat je het gewoon een beetje zo naar achter draagt. Dus dan gewoon een beetje nonchalant. Ja, nou is goed. Ik ben benieuwd. Ik heb in ieder geval mooie lokken. Dat wil ik wel graag houden. Ja, dat komt goed. En voor de rest, ander kleurtje dan. En achter, achter wordt wel achter echt wat... Ja, korter. Ja, sorry voor alle hagenezen. Matje gaat erop. Ja, toch? Paus. Oké, het is begonnen, dames en heren. En ik vraag me heel erg af of jullie Jessica nog herkennen van de vorige keer. Ik vraag me eigenlijk af. Ik denk niet dat het in dit geval zo is. Want volgens mij kan je niks anders zijn dan super blij en trots op je dochter. Maar vaak in het verleden stelden mensen mij voor als van ja, ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is het broertje van Milan Knol. Oh, ja. En ik wilde nu zeggen, dit is de moeder van Summer Snow. Ja, dat geef je niet, hoor. Daar ben ik echt super trots op. Maar wel echt super gaaf, want ja. Jessica die heeft over 2 weken hier in Barendrecht de opening van de eigen kapperszaak. Samen met je vriendin, ja. Manon. Manon. Dus dat is echt super gaaf. En wat jullie hier dus zien, is dus gewoon voor de helft af. Nou, misschien wel ietsjes meer, want ik zie ook een balie al staan. En hier een tafel en mooie bloemetjes. En stel voor, er is ooit iemand die je een compliment wil geven, dan kan je letterlijk een veer in zijn reet steken. Dus het ziet er hier al echt nice uit. Dus dat wordt echt hartstikke nice. De vorige keer was ik namelijk bij jou thuis. Ja. En toen hadden we daar een kleine kapper sessie. En nu dus hier. Zo, dit ziet er raar uit. Zo wow, met mijn haar. Ik moet de achterkant zien. Wow. Dat zie ik nu ook pas. Helemaal licht al, hè? Kan je het zien? Hij heeft zo'n... Kan jij het laten zien? Zo'n aan de kant naar achteren heb jij. Ja, dat wordt weer aardig. Ja, je ziet hier dat het echt al licht, heel licht is. Een beetje geel. Ja, een beetje geel. Maar hij pakt in ieder geval. Dat is wel echt nice. Nou, nog kijken hoe de punten worden. Dat is een verrassing, denk ik. Maar ja, op zich, wat Jessica net ook zei. Als alles soort van grijs wordt en je puntjes zijn nog een beetje blauw. Dan matcht het op zich wel. Dan kan die blauwe kleur zeker weten. En dan kan er altijd wel een klein beetje van haar geknipt worden natuurlijk. Oh. Maar besef dat de vorige keer dat je bij Jessica was, dat ze het heel kort geknipt had. Ja, maar het is echt snel goed. Ja. Dat was wel echt gaaf, hoor. Toen was het echt kort. Ja, dat was echt heel kort. Maar dat was wel echt heel gaaf. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik denk dat je het na die tijd niet meer geknipt hebt. Nou, misschien puntjes een beetje. Puntjes, maar voor de rest heb ik het gewoon. Hoe lang geleden? Ik weet echt niet hoe lang. Nee, ik ook niet. Ik denk wel echt wel 6-7 maanden geleden. Ja, bijna 3/4 jaar geleden. Echt? Ja, tijd gaat zo snel. Ja. Zo ben ik blij dat we binnen zitten. Ja, het regent. Het regent echt heel hard buiten. Ja, de regen is niet normaal. Ja, goed, dus ik zit hier helemaal prima. Het gaat wel eventjes duren. Want, blondeer, nu is, nu is het blondeer wat erin gaat. En dan, wat is een beetje het proces? Nou ja, het ligt eraan wat je haar gaat doen. Okay. Welke kleuren allemaal naar boven komen natuurlijk. Dus eerst komt zwart, dan komt rood, blauw. Nee, hoor. Ja, alle kleuren komen nog weer terug. Alle kleuren komen eerst naar voren. Nee, ja, het ligt er echt aan. Maar ja, je uitgroei die wordt sowieso echt heel licht. Dus dat is wel top. Ja. Alleen even kijken wat die punten gaan doen. Maar op zich, als ze een beetje gelig blijven, dan kunnen we hem wat donkerder grijs maken. Okay. Dan ben je toch een beetje richting grijs. Ja. Nou, dan kennen we dat wel doen. Ja, toch? Ja. Dan kennen we het doen, ja. Ik zei vanochtend al... Van Rotterdam. Van Rotterdam, ken je dit niet horen dan? Ik ken niet horen dan.
Ben jij geboren in Rotterdam? Ja. Nice. Ik vind het nog best meevallen hoor. Ja, soms hoor ik het wel van mezelf. En dan zeggen mensen ook wel van, volgens mij kom je uit Rotterdam. Hoezo? Ja. En vooral het kennen. Waarschijnlijk ja, als je... Ja, kennen. En kennen. Bijvoorbeeld echt hè, dat is echt Rotterdam. Oh, ja. Echt hè, achter alle zinnen. Echt hè. Echt hè. Echt, hè? Maar ik denk ook wel dat het ligt aan met wie je praat. Als je met een Rotterdammer praat, dan gaat het sowieso sneller. Als je met mijn oude tantes praat, dan is het echt met de notte thee. Ja, precies. Nou, wel heel erg leuk. Ja, zeker. Heel erg leuk. Dus nu zijn we eigenlijk een beetje exclusief behind the scenes. Ja, echt. Van, echt, hè? Meteen. Hadden we laatst ook met Francis. Toen zeiden ze van Francis zegt altijd achter haar woorden omdat zij uit Noord-Holland komt. Denk. Denk. Ja, zeker denk. Oh, dat zal wel zo zijn, denk. Ja. En toen zei ze, nou, dat valt wel mee, hoor. Toen zei ze meteen daarna een zin van, ach, het zal wel denken. Ja, en toen moesten ze meteen lachen. Gewoon, oké, het is wel echt zo. Ja. En ik heb dan weer de oh, oh, oh. Oh, oh, ja. En uit het noorden zeggen mensen ja achter hun zinnen. Ja, dat zal wel, ja. Ja, dat zeggen mensen uit het noorden heel snel. Nou, hoe is het met jou? Ja, goed, ja. Ja, precies, dat. Goed, ja. Ja, hoe is het met jou dan? Ah, ja, mooi, ja. Ja, hebben ze wel zo'n dingetje. Ja, ja, dat super is schijnig om te zien. Ja, vooral omdat we wel veel plekken komen in Nederland. Ik vind het vooral bijzonder omdat Nederland zo klein is. Dat je dan alsnog zoveel accenten hebt. Ja. Ja, en het blijft me ook verbazen hoe je zeg maar in Amerika gewoon heel snel, makkelijk 3 uur rijdt. Of gewoon een vliegtuig pakt om vrienden te bezoeken. Mm-hmm. En dat we hier al helemaal... Hetzelfde praten. Ja, en dat we hier gewoon helemaal back-off zijn als we dan 1,5 uur lang rijden en dan op visite gaan en dan 1,5 uur terug. Ja, wij hebben dat inmiddels niet meer, want wij zijn het echt gewend. Maar je hoort wel eens mensen zeggen van, oh jeetje, een uur verderop, wat ver. Ja. Dat zal ook hoor. Ja. Nee, wij doen dat echt bijna dagelijks. Nou, nu zie je er echt mooi uit, op camera ook. Dankjewel. Zal ik het even laten zien? Oh, nice. Er is wel zo'n plukje nog. Ja, een anekam. Ik ben benieuwd. Jessica heeft ook een foto gemaakt ervoor. Oh ja. Straks dan daarna, dus ben benieuwd. Wie? Summer holiday. Wie kan dit nou zeggen? Hè? Dat we lekkere tosti krijgen bij de kapster. Ja. Genieten. Ja, dit is wel echt genieten. Dit is wel echt super nice. Oh, ja. Kijk dan ook gewoon professioneel hoor. Gewoon even lekkere aangebrande randjes. Perfect. Maar echt perfect. Heerlijk. Lekker smikkelen. Nou, toppie. Oh, ondertussen begint de aardig te branden op mijn kop. Maar volgens mij is het helemaal goed. Waarom brandt eigenlijk blonderen zo erg? Ja, dat is gewoon een chemisch spul wat erin zit. Maar het is nog niet eens zo heel veel, want het is 6%. Ja. Dus normaal vroeger deed je het altijd met 12. Dan liep je echt zo. Maar nu heb ik juist een kapje op mijn kop om het proces nog sneller te laten gaan. Want dan wordt het warmer. Dus nou, ben benieuwd. Hallo. Kijk eens wie we daar hebben. Hoe is het? Leuk weer te zien. Tijdje geleden. Ja man. Ja, vergroeid weer. Ja, ik lacht er. Ja. Hallo. Maar hallo. Nou, denk je dat het goed gaat komen met mijn haar? Ik hoop het voor je. Ik wens je geluk. Nou, dankjewel. Het ziet er in ieder geval sexy uit. Dus gaat de goede kant op. Nou, serieus. Ik denk... Hoe oud was je ook alweer? 5. Nou, ik denk dat ik mezelf geen eens zo goed kan tekenen. Want kijk nou de vergelijking. Die is er niet. Dus goed, je hebt jezelf getekend. Ja. Dat is zo knap. En even kijken, wat heb je nog meer getekend? Even kijken, dit is een... Sorry. Oké, dit is de voorkant. Dit is een ster. Zie je? Ik zie dat gewoon. Wat heb je nog meer getekend? Oh, dat is een mooi hartje. En kijk eens hier binnen. Oh, die kan je openslaan. Kijk, daar gaat al een niveautje verder. Oh, gaan we samen open trekken? Oh, dan komt het hartje tot leven. Oh, is hij kapot nu? Nee toch, dat hoort toch zo? Nog harder trekken? Oh, dat kijk goed. Kijk, kan je doorheen kijken? Nou, ik vind het heel mooi bedacht dat je dat dan zo openmaakt. Dat was de mooiste. Oh, wauw, die is heel mooi. Heb je deze helemaal speciaal voor mij gemaakt? Oh, wat is dit? Wow, dit is... dit is een robot. Gezicht. Een hartjesrobot. Zie je? Ik zie dat allemaal, hè. Dat komt omdat ik nog steeds zelf zo teken. Dus dan herken je dat allemaal terug. Oh, kijk, deze plakt niet aan elkaar. Dit is een hartje. Kijk eens. Heb je dat allemaal vandaag gemaakt? Heb jij deze gemaakt? Ja? Dit is een hartjesvlinder. Heb je die speciaal voor mij gemaakt? Oh, wat lief. Echt heel erg mooi. Dit is echt gaaf. Jeetje, hoeveel teken je wel niet? Ja, heb je de hele dag tekenles gehad? Ik ga dan... Nog weer. Nog weer? Jeetje, weer.
Wow! Heb je dat gemaakt? Ja. Echt? Ja. Nee. Serieus? Ja. Wat? Hoe goed kun je tekenen? Ja. Lovely. Van wie heb je deze gekregen? Van Lofi. Van Lofi. Van Lofi. Oh. Ja, dit is wel echt... Een leveltje verder. Dat heeft Luna gemaakt. En dit heeft iemand anders weer gemaakt. Ja, dat heeft ze Dino. Zo. Nu wil ik kapsel worden. Nou, één ding is zeker. Jeetje, je hebt er nog één. Sorry. Het lachje ook. Heb je een poppenstas of zo? Wat is dit? Nog één? Ja. Jeetje. Wat drie zelfs. Drie zelfs? Drie. Wauw. Ja, ik heb thuis een boek, jongen. Dat wil je niet weten. Zeg, wat is dit voor kunstwerk? Die zijn bijna vallen. Dit zijn dus allemaal de kinderen van Jessica. Dit is Lovely. Nou, Summer kennen jullie ondertussen. En daar loopt... Summer, sorry. Spreek nog steeds verkeerd uit. Oh, dit is een kraan. Ja, kijk. En dan hier zo. Oh, kijk eens. En een touwtje eraan. Jeetje. En nog meer. Zo, jeetje. Nog meer. Oh, dit is een... Wat is dit? Dat is het laatste. Dat is het laatste. Oh, dit is het laatste. Ja. Ah, oké. Ik dacht, het is een rup, die heet laatste. Een graafmachine is dit natuurlijk. Ja, natuurlijk, graafmachine. Jeetje, wat knap. En wat moest je hier doen? Moest je modder van het schoolplein pakken nee. En dan erop doen? Oh. Een muur is dat. Oh, een muur. Je bent wezen metselen. Ja. Net zoals je vader. Ja, in de bouw, hè? In de bouw. Jeetje, dit is niet normaal. En nogmaals, even een vraagje. Deze had je zelf gemaakt, hè? Nee, ik heb deze ook niet gemaakt. Nou. Nou, ik krijg een high five. Want ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. De volgende keer mag je misschien wel ietsjes minder gaan kleuren. Nee, ik ga nog heel veel maken. Nog heel veel meer maken. Niet normaal. Nou, in ieder geval als ik ooit een kind krijg zoals Lofi, dan moet ik in ieder geval Lofi? Als Lovely. De Lofi. Ja, omdat deze had Lofi gemaakt. Die raakt in de war. Lovely. Ja, dus dan weet ik in ieder geval wel dat ik alvast een schuurtje moet gaan huren om alle tekeningen kwijt te... Of een grote vuurschaal. Jeetje mina. Goed, even twijfelen of het nog de moeder wordt van mijn kind. Nou, zullen we deze allemaal hier opleggen? Nee, je hebt het echt heel mooi gedaan. Je hebt het echt super mooi gedaan. Ja. Echt mooi. Je hebt een broodje verdiend. Nee? Oh. Maar het is dus Lovely. Het is dus Summer. Geen Summer. Summer. En hoe heet jij? Gigi. Gigi. Krijg een high five voor jou? Goed zo. Harder. Nog harder. Oh. Oh, nog harder. Goed zo. Was niet zo leuk. Nee. Sorry. Hoe gaat het met mijn haar eigenlijk? Ja. Zullen we eens even kijken? Sneak peek? Nee, nee. Dat oh niet. Shit, oh, nee. Oh nee joh. Summer, dit is niet goed. Oh, ja, dat wordt dan maar deze. Ja, in één keer alles. Ja. Ik heb dat dus één keer gedaan, maar het is... Meer. Het is een beetje groen. Oh, ze wordt een beetje Shrek. En wat is nee, het plan? Nee, dat komt helemaal goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Summer die is trouwens bezig met de eindmusical. Dus voor iedereen die in groep 8 zit en die bezig is met de eindmusical, heel veel succes. Want het is niet zomaar iets. Wat heb je een grote rol? Of ben je een boom? Ik ben een auto. Ik was een boom, hè? Shout-out naar alle mensen die een boom spelen. Ja, die zijn wel van toepassing, hè? Ja. Maar wat ben je? Ik heb geen hoofdrol, maar ik heb wel gewoon een prima rol. Oké, en wat moet je doen dan? Wat is het, gaat het over een sprookje of iets? Of, Ja, ik ben zo, ja, je hebt zomaar een soort van achtbaan challenge. Een achtbaan challenge? Ja, en dan zijn er een paar kandidaten die dan een achtbaan gaan uitvinden, zeg maar. Ja. En die doen dan daarmee in het speelgraf in de Efteling. Oké, nou hartstikke leuk. Dus toch een beetje een sprookje, hè, de Efteling. Nou, hartstikke leuk. Dus is nogmaals succes voor iedereen die bezig gaat met... Moeilijk ook, hè. Ja, ik krijg hem niet terug. Succes iedereen die bezig gaat met de eindmusical. Dankjewel. Voor alle toekomstige klanten, dit is de wasgedeelte. Nee, over 2 weken gaan ze pas open, maar ik vind het helemaal leuk. We doen het nu even hier in de wasbak. Ik ga eerst goede temperatuur doen. Ja. In één keer super. Het is ijskoud. Als die te warm is, moet je het even zeggen hoor. Want... Te warm. Is die echt te warm? Ja. Zo? Ja, beter. Ja, hoe kouder nu, hoe beter, denk ik, hè? Voor ja, omdat hij een beetje geïrriteerde hoofdhuid heeft nu. Ik vind het altijd zo bizar dat als je zo blond gaat, dat je dan je hoofdhuid ook echt er doorheen ziet. Ja.
het lijkt gewoon een beetje kaal zo. Momenteel regent het en is het 11 graden. Wat? Momenteel regent het en is het 11 graden. Horloge. Ja, goeie. Was dat mijn horloge? Ja, ja, denk het ook. Oh, wat? Omdat je je hoofd uitziet en ik zal even zeggen wat dit buiten is. Veel te koud om kaal te gaan. Dit is die zilver shampoo. Oh, ja. Dat is gelijk een voorpigmentatie. Je had gelijk echt dat gele eruit. Weg met geel. Echt, hè? Pas je wel beter uit. Ja, ja, misschien moet je gewoon zwart-geel gaan voor de drop van 28 mei. Ja, voor geel. Ik denk de komende tijd even niks, of wel? Nee. Nou, in ieder geval het blauwe eruit straks. Ja. Na groene. Het is nog wel een beetje groen. Ja. Een echte troep is dat dan, als het zo goed blijft zitten. Ja, bizar. Ja, en met zo'n semi-permanente kleur zou je niet verwachten dat die zo lang blijft. Nee, echt hoor. Het is al echt nu al, denk ik, 6 maanden geleden of zo. Ja. Ja, het is ook een opbouw van al die kleuren natuurlijk. Ja, precies. Moment, dat je ineens alles komt dan naar voren. Klopt. Als het kan makkelijk zo. Heel erg. Goed voor je rug ook, voor iedereen. Ja. Het houdt je lekker soepel. Zing nu eens. Kijk, 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 kijk. Ik ben een kuikentje. Ik kijk, ik kijk. Ik heb even geen tijd voor grap. Gelukkig hebben ze ook nog geen spiegels. Hebben ze wel een kappersopleiding? Dit heb ik gewoon op YouTube geleerd. YouTube tutorials. Ja. Oh, dat was een spiegel. Schrok even. Kijk eens in de spiegel. Oh, hij is echt licht geworden. Ja, hij is wel echt goed licht. Yeah. Nou, ik vind het nu al mooier dan dat het eerst was. Ja. Ja, jij vindt licht gewoon mooier, hè? Dan, ja, ik hou gewoon niet van doen. In de tussentijd zijn we natuurlijk weer even een spelletje aan het doen. Even beverbenden. Ja, ja. Bij de kapper. Moet gewoon kunnen. De score. Wat denken jullie? Ik denk dat Sam er heeft gewonnen. Nee, ik denk Enzo. Nou, dan heeft Mar gewonnen. Oh! Wij denken van elkaar dat we hebben gewonnen. En heeft Mar weer gewoon gewonnen. Met 1 puntje van Sam. Oké, even kijken. Ja, samen zijn we Sam blijkbaar. Ja. S-E-M. Maar Marvin die had 70. Sam. Oh nee, Marvin had 69. Sam had 70, ik 75. Oh, 1 puntje. 1 puntje. Wow. Wel dicht bij elkaar. Ja. Oké, okay, nou nu is het hier voorgaande is gebeurd. Wat gaat er nu gebeuren eigenlijk? Oh, daar is ze weer. Hallo. Nu gaan we even een verftoner erin doen. Dan wordt die hopelijk lekker assig. Okay. Assig zoals een trui. Dus de toon wordt gezet. De toon is gezet. Mooi. Nou, ik ben benieuwd. Het lijkt nu alweer zo donker als dat je het vanochtend had. Oh, Jessica, zit je me nou in de maling? Ik heb zwart gehad. Maak ze het eerst maar helemaal blij. Helemaal licht en dan weer donker. Okay. Die masker. Super, dank je. Die heb je ook? Nee, volgens mij niet. Dat is een masker. Ja, gewoon eigenlijk een conditioner, maar er zit ook pigment in. Oh, dat is ook wel een goede even conditioner, want van die zilver shampoo krijg je droog haar. Ja, dat is ik was altijd mijn haar gewoon met normaal en dan doe ik zilver shampoo en dan doe ik mijn eigen conditioner. Ja, ja, dan kan je het beste dan zo'n masker doen. Ja. Want dan heb je ook, dan spoel je niet gelijk die zilver shampoo eruit. Ja, precies. En het is gelijk lekker zacht. Ja, dat is wel prachtig. Ja, vind je het mooi? Ja. Ik kan het nog niet echt goed zien. En sowieso de komende dagen wordt het steeds lichter natuurlijk. Ja. Ja. Nou, het blijft deze verf wel ietsje langer zitten. Dus dat is ook wel beter. Oh, spannend. Dat hij helemaal matcht. Ja, met de achtergrond. Nee, het valt best mee. Wat is het? Ja, donkergrijs gewoon. Nou, hier ga je wel blij mee zijn, denk ik. Ja? Al helemaal als het helemaal droog gefeund is inderdaad. Ja, dat is goed. Oh, beter. Ja, dat is wel nice, ja, hè? Kijk die lichte... Ja, je ziet nog wel een beetje groen. Klein beetje. Maar op zich is dat wel vet. Ja. Ja. Dat is vet. En als je weet dat het alleen maar lichter gaat worden... Ja, zo is ook leuk. Summer kan het weten. Ja, nice hoor, schat. Ik vind het... Oh, wauw. Ondertussen was ik even wat handtekeningen aan het zetten. Ik heb mijn eigen piece gemaakt. Ja, ik vind het wel heel vet. Het is een hele doffe kleur. Maar ja, wow, je matcht bij je shirt van Jessica. Wow. Kijk toch, ik krijg dezelfde kleur als de shirt. Blend. Ja. Blending. Kijk, hij groen. Zie je dat? Oh. Gaat er niet meer uit, hè, jongen? Daar loopt die jongetje met groen in zijn haar. Je hebt echt een groen kuifje. Ja. En we zeiden absoluut niet dat groen lelijk was. Nee. Mooi groen is niet lelijk. Zeker niet.
Stel je even opnieuw voor. Ja. Wie is dit dan? Ja, dat lijkt er wel een beetje op inderdaad. Ik heb een speciale fanart gemaakt. Ik vond het wel leuk om dit te maken tijdens het knippen. Dus dit is Jessica de kapster van de camping. Met een tongetje moet je nog even doen. Ja. Ja, want ik had gehoord dat hier een Wall of Fame komt. Oké, mijn haar is al gedaan, alles. Ik heb het nog helemaal niet gezien, ik heb er niks aan gedaan. En dit is mijn nieuwe kapsel. Wow! Dit is even anders, hè? Wow, zo strak hier zo. Achter. Ja. Zo, dit is even wennen, ja. Het is wel een lekker middenschuidingje. Ja, hè? Dit maar je kan hem ook gewoon nog, in principe gewoon een beetje zo. Gewoon naar rechts doen. Ja, je kan hem alle kanten eigenlijk ook doen. Ja, precies. Oh, maar dit is niet. Ik ben super blij met de kleur. Ja, ik ben echt super blij met de kleur. De achterkant. Ja, is echt nice. Ja, beter. Kijk, nu is het niet meer zo strak hier achter in je nek. Want het was echt helemaal zo. Ja, precies. Ja, veel beter. Echt veel beter. Dat valt nou die scheiding, omdat ik er zo gepunt heb. Zo valt hij nu gewoon in het midden. Ja, zo doe jij het een beetje naar voren als je die scheiding hebt inderdaad. Ja, ik doe die scheiding al. Oh ja, zo. Meer naar voren. Ja, niet helemaal zo, maar. Ja, nee, super chill. Echt relaxed. Echt blij mee. Dankjewel, Jessica. Nice. Ja, echt nice. Ja, ik doe mijn haar altijd wat meer naar voren. En wat hier zo een beetje zo overheen. En dan moet ik allemaal eventjes een beetje. Ja, moet je even uitzoeken. Na douchen even een keer. Nu is die toch in de binnenscheiding ook. Maar die kleur is zo blij mee. Ja, die kleur is echt mooi. Ja, echt veel beter. Ja, ik zou zeggen, je moet eigenlijk buiten zien. Want nu is het heel warm hier, dit licht. Ja, buiten is het echt nog wel blond hoor, eigenlijk. Misschien nog wel licht. Ja, grijzer. Ja. Nou, top. Nice. Ondertussen een hele groep verzameld. Buiten. Yep. Qua fans. Shout out aan iedereen in Barendrecht. En over 2 weken gaat de zaak hier zo open. Dus zoals ik al zei, wat je hier zo ziet, dat is dan allemaal af. Dus mocht jij leuke gekke kleurtjes of iets met je haar willen doen, of wat ik heb gedaan, is helemaal grijs of zo, dan ben je wel welkom. Het zit naast het theater hier zo. Hoe gaat de zaak heten? House of Hair bij JM. Het huis van haar. Ja. House of Hair. Bij? JM. Bij JM. Jessica en Manon. Vet. Jessica en Manon. Ja, nee, super nice. Echt chill. Moet even wennen aan je kan er niet vanaf blijven, hè? Ja, je moet even wennen aan die middenscheiding. Ja. Je kan er nu gewoon alles mee eigenlijk. Ja, ik vind dit zo wel leuk. Als ik dit zo wat naar achter doe. Ja, dat hij wat strakker naar achter zit. Dat hij wat strakker naar achter zit. Dat vind ik wel nice. Holy shit, het is echt een beetje druk geworden hier zo. Een beetje heel erg druk. Kijk maar. Dat wordt nog even een opgave om bij de auto te komen. Maar dat gaat uiteindelijk wel lukken. Ik vind het wel een beetje balen. Want normaal gesproken ga ik echt met iedereen op de foto. Ja, het is nu gewoon te druk. Er zijn echt iets van 50, 60. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen. Maar veel succes met de opening over 2 weken. En zo! Yo! Zo, we zitten in de auto, we hebben het gered. Holy shit, het is in tijd niet zo druk geweest. Nee, je moet even weer schakelen. Dat is niet normaal. Ja, wel echt heel veel liefde hoor. Dat is wel echt super leuk. Het doet me wel goed. Zal ik even filmen iedereen, dan zitten ze toch nog een soort van in de vlog. Dat is niet normaal, joh. Daar ook helemaal. Gelopen meeting dit. Echt, hè? Terwijl we gewoon naar de kapper gingen. Waar moeten we eruit eigenlijk? Ja, ik zie de uitweg daar niet langs, meer. Denk ik. Ciao, doei. Bye bye. Ciao. Bye bye. Oké, nou dan gaan we hier maar gewoon de weg op. Ja. Is niet helemaal de bedoeling. Holy shit, echt in tijden niet zo druk geweest. Nope. Maar ja, dat komt omdat we hier echt... Hoe lang zijn we geweest? Niet normaal. Ja, nee, we zijn hier heel lang geweest. We waren hier om 11:15 en het is nu 4:15. Jeetje. Wow, dat is echt niet normaal. 4,5 uur. Dat is echt niet normaal. Oh mijn god. Ja, zo lang dus zijn we hier. Dus dan geweest. Is het ook logisch, want we staan letterlijk bij een winkelcentrum. Dan wordt het echt gewoon... Ja, dan wordt het gewoon heel druk. Normaal gesproken als we ergens zijn, dan zijn we niet langer dan een uurtje of zo. Dan staan er wel wat mensen, 10, misschien 20 hoog uit. Maar dit waren er ongeveer 100 uiteindelijk, denk ik. Ook wel, ja. Dus dan wordt het een beetje gek. Ik vind het dan wel heel erg lastig om dan de keuze te maken om met iedereen op de foto te gaan. Los van het feit dat ik eigenlijk om 2 uur vanmiddag al een afspraak thuis bij mij had. Het is nu 4:15, dus. Hè? En ik heb nog een andere afspraak om 5 uur, dus dat ga ik wel redden, want het is een uurtje naar huis. Maar gaat wel wat anders dan normaal.
We gaan in ieder geval naar huis toe. Het was heel erg gezellig. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel Jessica voor het fixen van mijn haar. Echt hartstikke fijn. Ik zit nog steeds zo in de spiegel te kijken van wow, ik heb gewoon een voorhoofd. Ja, dat is zo raar. Want normaal je hebt ook altijd een pet op. Ja, of daarom. Je haar naar voren. Maar vind jij dat ik een groot voorhoofd heb? Nee? Nee. Oh, ik vind echt dat ik een groot voorhoofd heb. Maar het is dus gewoon normaal om zo'n hoofd te hebben, blijkbaar. My gut cheek. Wow! Holy shit! Check wat voor kanon dit is. Wow, yo! Ik zocht gewoon letterlijk op internet. Is toch van Fortnite ook dit? Dat wist ik helemaal niet. Ik zocht gewoon op internet mega Nerf gun. En toen kwam ik bij deze. En ik was gewoon vergeten dat het van Fortnite was. Maar geniaal toch? En nog een ander pakketje. Helemaal top. Altijd leuk om thuis te komen met pakketjes voor de deur. Nou, deze kunnen we in ieder geval wel even gaan testen. Laten we die even hier neerzetten. Nou, in de tussentijd dat Maiwen het eten heeft klaargemaakt, heb ik serieus dit ding in elkaar gezet. En geloof het of niet, maar het is nog bijna moeilijker dan een bouwpakket. Holy moly. Hier ben ik gewoon al die tijd mee bezig geweest. Dat Maiwen in de keuken heeft gestaan, heb ik dit ding in elkaar gezet. En we gaan het nu even testen. Aangezien Maiwen nog in de keuken staat, laten we kijken of we vanaf hier naar Maiwen kunnen schieten. Wauw. Oh! Bijna in de pan! Dat was het al. Er kunnen maar 6 kogels in. Ik moet zeggen, heel teleurstellend. Echt heel teleurstellend. Ze komen amper bij de keuken. Dat is echt niet oké. Nee. Er gaan ook maar 6 van deze schuimdingetjes in. Past wel mooi bij mijn shirt, moet ik zeggen. En dan moet ik ze nu hier weer indoen. 1 voor 1, draaien. En dan weer erin doen. Dus het is niet ideaal. Oké, dames en heren, daar gaan we weer. Dat was serieus de eerste al. Dat waren ze alweer. Het is echt waarloos. Het is waarloos. Jongen, wat een miskoop, hè. Het zag er zo leuk uit op internet, maar in realiteit... Oh, zo, dit is wel echt genieten. Dit is wel echt heerlijk. Wauw. Ik had al eventjes wat drinken erbij gepakt. Lekkere limonade. Oh, lekker. Wow, dat ook nog eens even. Van het focaccia brood. Ja. Kijk dan hoe nice. Op de knietjes. Eentje met heel veel vlees. Volgens mij gaat deze. Is die van mij? Oké. Okay. Dankjewel, schatje. Yo, Myron! Jij dat tegen mij? Nee. Zei je wat? Nee, ik zei helemaal niks. Oké, zeg dan wat. Je haar is lelijk. Oh, wat? Wat zei jij? Kom eens hier staan. Mooi. Pak jou, hè. Pak jou, hè. Blijf staan. Hé, hey, afstand. Ik pak jou, hè. Hoe slecht is dit ding? Ja, weet ik niet. Hij doet het gewoon niet. Oh. Sorry, ja, ik snap dit ook niet. Hey. Oh, 20 graden. Ja, wow. Zie je hoe strontig dit is? Oh, hij zit hier ook helemaal scheef. Ja. Ja, maar dat je zo'n overvaller bent en zo. Hè? Wat? Hè? Je wil niet goed lijst! Hand omhoog! Ah! En dat je gewoon jezelf. Hij wou op mij richten met dat ding en had hem verkeerd om. Daarom wou ik dit sketch eventjes opnieuw spelen. Ja, ik lag al op de bank en ik zei ze tegen mij. En ik zo. Oh, wacht. Zie je hoe stronding ding is? Ja, maar je hè? Nou goed, ik neem jullie in ieder geval graag even mee weer naar de nieuwe woning. Ik heb zojuist vanaf... Wow, wat zijn dat? Holy shit, wat zijn dat? Blokken en gipsplaten. Blokken en gipsplaten. Oh, yo. Oké. Ik ga het straks jullie laten zien. Maar ik heb van huis gereden. Van het appartement naar de nieuwe woning. Met het raam open. Helemaal top. Ik ben benieuwd. Nou, gaat er nou eindelijk wat gebeuren hier ook? Oké. We hebben de hele auto ook weer vol zitten met karton. Want we bestellen veel te veel online. Ook van Knolpower. Ja, jee! Oh. Wow. Precies daarvan.
Oké. Hoe dan? Gaat hij weer mis? Kom op, Enzo, je kan het. Yes! Zo, dat is moeilijk. Ik ben een professor. Zo voel ik me een beetje. Misschien ga ik mijn haar ook wel weer kort doen hoor. Ik weet het niet. Wel irritant eigenlijk, lang haar. Ja, in de zomer vooral. Ik weet het niet. Maar goed. Oké, wat hebben we hier allemaal voor blok, mijn jongen? Milieuvriendelijk bouwen staat erop. Ja. Nou, mooi meegenomen. Ja, moet je eens voelen hoe zwaar zo'n een blok is. Ik weet echt niet eens waarvoor het is. Weet je wel wie het geleverd heeft? Ja, dat weet ik wel. Maar daar staan gipsplaten. Zo! Ja. Waar gaan ze dat plaatsen? Als je zoveel tegelijk hebt, stort de hele vloer in, toch? Ja, ik weet het ook niet, maar ik ben blij dat er in ieder geval iets gebeurt. Ja, dat sowieso. Misschien is dit wel voor de aanbouw, I don't know. Maar ik weet ook niet of dit nat mag worden. Dat is vervelend, want ik heb daar net een gat in geprikt. Ja, dat zag ik, ja. Daarom zei ik het ook. Maar hier zit ook al gat in. Zo, gat gedekt. Ik ga even vragen aan de aannemer waar dit voor is. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Nee, niet. Ja, en hier staan, als het goed is, of zijn dit ook die blokken? Oh nee, dit zijn ook blokken en blokken. Ze zouden ook gipsplaten leveren. Zullen we deze op de onder de basket zetten? Dan kunnen we makkelijker dunken. Ja, til maar even. Ja, zo'n blokje. Ik ben benieuwd hoeveel kilo dat is. Dat is echt veel, denk ja, ik. Ja, dat is heel veel. 240 kilo. Ja, er staat 240 om. Maar ja, ik denk dat het kilo is. Ik denk stuk, nee. Ik denk dat dat 240 kilo is. Ik denk meer. Weet wel zeker. Meer? Ja, meer? Ja, maar hoe zou het ene blok wel niet? Dat is al 20 kilo of zo. Ja, dan liggen wel meer dan 12 op. Ja. Goed. Laten we alle ballen verzamelen. Lekkere vogeltjes zo, hè? Is gewoon genieten. Dus echt chill. Ja, maar wij voeren ze ook gewoon, dus daarom zingen ze ook voor ons. Ze zijn blij dat we weer terug zijn, denk ik. Zijn we weer! Gegroet! Hoi! Jenny, je bent irritant. Ik pak jou nog wel. Oh, ik zie hem ook gewoon. Jij ook? Nee. Het is een roodborstje. Hij zit hier. Zie je hem op het uiteinde van die tak? Zo, dit is wel echt een raadsel. Oh, ik zie hem echt goed. Ik ga kijken of jullie hem ook kunnen zien. Ja, leg recht hier. Je ziet eens zo'n takje. Oh, wow, dit is echt een puzzel voor jullie, denk ik. Misschien dat jullie hem nu beter kunnen zien. Oké, we gaan inzoomen op de vogel. Hij is opgezoomd. 3, 2, 1. Ja, oh, hij loopt net weg. Hij vliegt net weg. Echt? Hij gaat naar een ander takje. Oh, joh. Ja, ik snap dat hij al ingezoomd was, schat. Maar je hebt ook nog zoiets als een editprogramma waar je nog verder kan inzoomen. Oh ja. Dat was de bedoeling, zeg maar. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Ja, oké. Nou, dat was hem dus, het roodborstje. Deze bloemen trouwens, mensen, vind ik zo mooi. Echt die kleuren. Paars, lila-achtig. Hierachter zitten ook nog deze bloemen ertussen. Echt mooi. Ik ben wel benieuwd wat voor bloemen dit zijn. Dat mensen dat weten. Nou... Nee. Oh, schat. Niet doen. Dat is niet leuk. Dat doe ik ook niet met iets wat jij mooi vindt. Wat doe jij? Nee, ik weet ook niet wat ik doe. Nee, je bent wat een beetje... Doe waarom doe ik dit open? Ja, weet ik ook niet. Ja, weet ik zo. Je bent een beetje vervelend. Ja. Zeg eens dat je van me houdt. Waarom? Zeg eens. Dat zeg ik los van de film wel. Okay. Nee, ik wil het even horen. En ze doet vervelend tegen mij. Nee, jawel. Ik ben gewoon in een vervelende bui. Ik heb nergens zin in. Maar toch doe ik dit. Oké, ik heb hier een zwarte basketbal. Deze vond ik echt super nice. Dus die heb ik gekocht. Ik wist alleen niet dat ik allemaal ballen van jullie zou krijgen. Dus er is nog een nieuwe bal binnengekomen van een kijker. Deze. Ja, die is wel super gaaf trouwens. En die hebben we gekregen. En deze hebben we van Kim gekregen. En deze hebben we van Thijs gekregen. En deze hebben we ook van Thijs gekregen. En deze hebben we zelf gekocht. Ja, deze heb ik zelf ook gekocht. Ja. Dus we hebben twee van de zeven ballen zelf gekocht. Ja. Dus ja, we hebben gewoon hele lieve vrienden en fans. Ja. Ja, deze heb ik dus zelf en waar jij nu op zit, wat dus niet mag, dat hoort niet. Die heb ik van Jessely gekregen. Oh, Jessely. Ja, Jessely. Dankjewel, Jessely. Er staat ook KP op trouwens, kijk. Ja. Echt vet. En weer size 7, dat is weer mannenbal. We hebben nu 1, 2, 3, 4 mannenballen. Oh, deze is vet, hè? Ja, is helemaal zwart, met wit. Ik denk dat het zo sneller kan. Hoe kan dat toch?
Je hebt ook één zo'n plukje die zo nu hangt. Dat begint wel weer op, maar. Nee, ik vind je haar echt mooi, schat. Dat was een grap net. Ja, ik twijfel zoveel. Ja, aan het model toch? Niet aan de kleur. Nee, niet aan de kleur. Nee, het model. Ja, dat snap ik wel. Daar moet ik ook aan wennen. Maar ik zou het gewoon lekker zo laten. En als je, ik denk dat als je gedoucht... Een nachtje opslaan. Nee, maar schat, ik denk als je gedoucht hebt en je doet het op jouw manier... Je scheert het kaal. Dan, Nee, je doet het op jouw manier dat het dan echt wel goed zit, hoor. Het is gefeund, hè. Jij feunt nooit je haar. Zullen we eens even testen? Test eens even. Nope. Maar ik vind dat we pas naar huis mogen. Als jij deze allemaal zo, ze liggen allemaal hier dan straks op het rijtje. Precies op het afschietplek. Dat je ze er allemaal in moet schieten. Dan pas gaan we naar huis. Allemaal zo boom, 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 boom. 7 keer. En dan zijn we klaar. Dat gaat goed komen. Dat kan ik in 1 keer doen. Hij is wel goed zo, joh. Nee. Ja, dit is mijn bal. Ja, lievelingsbal. Ja. Mijn bal. Nou, fijn. Wil je die dan als eerste of als laatste gooien? Ja, dit is jouw bal. Ja. Dit is mijn bal. 3 keer achter elkaar. 3 keer is scheepsrecht. Zeker. Ja, ik kan dat nu wel serieus steeds beter. Dus. Ja, vooral dit. Wow, schat. Holy shit. Vooral dat draai. Oké, we gaan beginnen. Deze was heel klein trouwens. Ja, dus u moet tactisch bedenken welke je dan, met welke je dan wil beginnen. Met grote ballen en met kleine. Ja? Zijn de kleine voor jou makkelijker dan of moeilijker? Makkelijker. We hebben wel mooi gevarieerde ballen. Jeetje, echt gewoon geen één is hetzelfde. Allemaal andere kleurtjes. Ik denk dat mijn favoriet die is. Die helemaal gekleurde en de zwarte. Die vind ik echt mooi. En die vind ik ook echt mooi. Die daar zo. Die zie je nu niet helemaal, maar die zwarte daar zo. Dat ja, nu is het niet meer zwart. Nu is het paars. Die vind ik ook echt mooi. Vind jij die paarse bal ook mooi? Paars. Nee, die paarse bal. Nou, kom, we kunnen naar huis. En zo. Dat is 1. Helaas, opnieuw. Nee, schatje. Oh, hij komt hier ook nog heen. Ik vind het wel leuk hoor. Ja, ik wou net zeggen, je moet niet zo agressief doen joh. Hij komt goed, dat de frustratie is eruit. Maar waarom ben je nu ineens zo boos? Is dat om die blokken die daar neergezet zijn? Hadden die daar niet mogen staan? Nee, ik heb bijna mijn hele leven al een pet op. En ik irriteer me aan mezelf dat ik de hele tijd overal ga kijken naar hoe mijn haar zit. Oh ja, dat snap ik wel. Fucking irritant. Maar waarom doe je niet een pet op dan? Ja, dat vind ik lullig voor Jessica. Hoef je niet boos te worden. Doe je dit ook nog? Schatje. Oh. Oh. Ja, die moesten we nog verkopen. Gewoon dakpan kapot. Goed, lekkage op zolder. Heb je goed gedaan, zeg. Nou, gelukkig hebben we reserve. Ga maar het dak op. Ja, dit is echt niet chill, sukkel. Dan gaat het helemaal lekker daar als het nu gaat regenen. Echt? Ja, tuurlijk. Er zit een gat. Maar kom maar met me mee. Hier liggen reservedakpannen. Dan mag je die even vervangen. Sukkel. Kijk, nou, daar liggen ze al. Pak hem maar. Nou, gaan we het dak op. Oh, sorry. Waar is die bal trouwens terechtgekomen? Even serieus. Ik ga hem even halen. Schatje! Oh, ik dacht, we leggen hem even daar neer. Godsamme. Hier gebruiken. Ik weet het niet. Ja, hier. Goed zo. Even een nieuwe dakpan weer. Ik heb geen zin meer. Nee, ik weet niet wat er met me aan de hand is, mensen. Ik heb gewoon even nergens zin in. Ik weet het ook niet. Soms heb je dat. Van die momenten heb je gewoon even echt nergens meer zin in. Ja, je hebt in één ding zin. Ja, nu ga je zeggen gamen. Ja. Nou, dat weet ik ook niet. Nee? Ik weet het niet. Nou, dan is het wel echt iets aan de hand. Als je geen zin hebt in gamen. Oké, wat moet ik nou doen? Wat ga je nou, wat doe je? Ja, we gaan toch gewoon via hier het dak op. Hoe wil je anders het dak op? Nee joh, je hebt geen ladder nodig. Zo niet? Je hebt geen ladder nodig. Ik moet toch het dak op? Nee, schat, heb je niet nodig. Hoe kom ik daar dan op dan? Gewoon klimmen? Glij ik toch vanaf? Dat is toch helemaal niet veilig? Hier, kijk dan hoe nat het is. Jij hebt het kapot gemaakt. Hoe kom ik daar op? Kijk, dat is niet verantwoordelijk. Dan kan je toch gewoon opklimmen? Opklimmen? Kijk hoe schuin het is, schat. Ja, okay, je ziet het is wel niet zo hoog. Kijk hoe hoog dat is. Ja, dat is wel zo. Misschien vanaf boven dan toch inderdaad. Wat boeit het trouwens dat het lek is? Alles gaat weg. Ja, nou en? Dan wil je toch niet daar die planken en zo niet meer kunnen gebruiken omdat ze zeiknat zijn. Maar die planken gaan we ook verkopen. Nee, die kunnen we waarschijnlijk weer gebruiken. Het is gewoon goed hout. Ja, dan is het wel zonde. Ja, een paar plankjes.
Misschien toch die ladder daar neerzetten, dat je vanaf boven kunt. Als je dan op die nok zit en je kruipt dan zo naar de andere kant. Maar jij mocht die ladder niet mee. Nee, maar neem die ladder nu maar toch mee. Echt? Ja, probeer, of wil je het niet proberen? Ja, mij maakt niet uit. Ja, nee, nu maakt het opeens niet meer uit. Nou, mij maakt het wel uit eigenlijk. Nou, dan ga ik even afhalen. Als ik deze nu hier laat vallen, zou je dan schrikken? Hey! Holy shit! Zorg me helemaal de pleuren. Hey! Ik schreeuwde ook hard. Dat maakt me nieuw aan. Jongen. Oh, dit kan ook echt niet. Het is echt zonde. Het zijn echt mooie pannen. Maar het was wel grappig. En deze dakpannen gaan we trouwens ook verkopen. Want volgens mij zijn die dakpannen echt pas 2 jaar geleden of zo erop gelegd. Dat kan je ook wel zien. Het zijn echt nog super mooie pannen. Hey! Hey, buurvrouw. Nou, Marvin en ze gaan naar het nieuwe huis. Wat gaan ze doen? Dakpannen. Oeps. Hey, buurman. Hey, best. Ja, ik zag dat je hulp nodig had. Ja, dat klopt. Nou, ik kom even helpen. Bedankt voor de ladder. Dat moet ik maar meteen gaan leggen. Doe maar even. Oh! Het is glad, kijk uit. Heel glad. Sorry, ik was aan het beeld denken. Ik zag jou al in het water vallen. Schat, dat is gewoon grappig. Geef toe. Als ik erin zou vallen, zou je ook lachen. Niet vallen, hè? Nee. Het ziet... Ik weet niet waarom ik dit zo grappig vind. Het gewoon heel schattig uitzien. Gaat die goed, schat? Nee, niet die. Die daaronder. Die kan je er zo tussen uittrekken. Ja. Ja, goed zo. Deze nieuw? Ja, die moet er weer onder. Hoe doe je dat dan? Ja, moet onder die bovenste. Ja, daaronder inderdaad. En ook onder die bovenste en dan erin schuiven. Ja, ik ben super trots op je. Ja, ben je nou tevreden? Ja. Met jullie huis? Schatje. Wat doe je? Nee, schat, wat ga je doen? Oké, dan is het goed. I'm gonna take my horse through the hot town road. I'm gonna ride and I can't no more. Nou, ik ben best trots op je. Ja, ik ben ook super trots op jou. Het is echt goed gegaan. Lekker gewerkt, buurman. Buurvrouw. Bedankt voor je hulp. Voor je wilt u Natura betalen of wilt ja, u... Ja, graag in Natura, ja. Goed, kan die ook weer naar beneden? Nee. Nee, dat moet je echt niet doen. Brengt ook ongeluk, hè, met de ladder. Hé, hey, deze heet Wiek. Wiek, I'm not Wiek. I'm very strong. Strong. Nou, gewoon nu even die ballen erin. Ja, klaar mee. Nou, komt-ie. Niet weer agressief worden, want straks moet je weer het dak op. Ik heb hem echt mooi vervangen. Ja, kijk dan, je ziet helemaal niks. Niks aan de hand. Nee, is ook niks gebeurd. Er is ook niks gebeurd. Godsamme. Net ging het zo... Oh, ja, net ging het zo goed met die zwarte bal. Hier. Nee, dat was 1. Kom op. 2. Hoppakee. Nou, nu je favorietje, de zwarte. Dat is ook niet meer zijn favoriet. Dat is jouw idee, hè, dit? Jeetje. Meteen boos. Nu ben ik er klaar mee, Enzo. Nu schiet je het er allemaal in één keer in, ja? Klaar mee. Komt-ie. Hoppa, dat is 1. Ringloos. 2. 3. 4. Nee! Zag je dat? Ja, hij ging er weer uit. Hij ging er weer uit. Nou, kom op, hè. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oh, nee! De 7e bal. Zullen we gewoon naar huis gaan? Nee, nu wil je niet meer. Ja, nu wil je het doen, hè? Ja. Nee, toch niet? Ja, dat is echt... Dat is echt shit. Oké, ze liggen weer op de streep. Kom op. 1. Word boos op Enzo. Nee, dit is ook echt moeilijk. Maar je moet even een steady tactiek uitkiezen. Gewoon tegen het bord aan. Niet te voor ringloos proberen, maar gewoon tegen het bord. Ja.
Kom op, schatje, je kan het. Oké, we doen met één bal minder. Er ging het dak om. Oké, we doen met 6 ballen. Huh? 7 hadden we net? Nee, we hadden er 6. Het is echt moeilijk. Mag ik het eens proberen? Nee, ik vind het blij. Yes! Yes, oké, okay, yes. Kom, we gaan naar huis. We hebben het gedaan. Eindelijk. Wij hebben het samen gedaan. Ja, we hebben het samen gedaan. Mental support van mij. Dankjewel, kijkers, ook voor het blijven hangen. Oké, okay, dames en heren, ik weet niet wat het is vandaag. Ik heb gewoon mijn dag niet. Ik denk omdat we 4,5 uur bij de kapper hebben gezeten, is mijn planning een beetje in de soep gelopen. Waardoor ik 2 afspraken heb gemist. Misschien heb ik daar een beetje stress van. Nou goed. Ga maar naar huis. We zijn snel weer hier terug bij de nieuwe woning. Want die stenen moeten toch ergens geplaatst worden. Dus dat gaan jullie binnenkort zien. Hey buurvrouw. Hey buurvrouw. Bam. Zo, normaal gesproken zet ik de auto even in de garage. Maar ik laat hem hier staan, want ik heb Marvin net even afgezet bij sporten. En we sporten 2 keer in de week bij Pim. Maar nu is het zo dat Marvin die wil het liefst wat vaker gaan sporten. En aangezien de sportscholen open zijn, heeft ze meteen even ingepland. Dus ik dacht, ik zet er eventjes af en dan over een uurtje haal ik er weer op. Oké, mensen, dan ga ik maar eventjes hier lekker in mijn studio gamen. Ik lijk wel een helikopterpiloot zo met deze microfoon hier zo. Maar ik ga even lekker gamen, even lekker blikje drinken erbij. Call of Duty. Warzone, even wat stoom afblazen en dan gamen, dan gaat de tijd zo snel. Dus voordat je het weet, ga ik Marvin al ophalen. Later. Hey, Flix, maatje, lekker katje. Oké, we gaan even Marvin ophalen. Oh, hier baal ik nog steeds van trouwens. Kijk deze mooie, chille knolpower slippers. Gewoon de fabriek afgebrand van de slippers. Ja, dat gun je niemand. Echt balen. En dan, ja, sneu. Al die slippers. Al die mensen die daar werken. Dus zoals jullie waarschijnlijk wel weten, dit jaar geen slippers van Knolpower. Omdat de fabriek in de brand is gevlogen. Maar volgend jaar gaan we er wel voor. Zo, het wordt steeds later donker. Hè? Echt super relaxed. Echt heel, heel, heel chill. En nog 580 kilometer. En dan heb ik de 1000. De 100.000. Holy moly. 100.000 kilometer op mijn auto. In 1,5 jaar tijd. Of na bijna 2 jaar tijd. Zo, dat is Maya weer. Yes. Lekker sport. Ja, heerlijk. En ook al gaan we dus morgenochtend weer sporten, heeft Marvin dus nu ook weer gesport. Ja, ik vind het tof. Ik ben trots. Ja, ik dacht, als de sportscholen open gaan, dan... Dan ben je er weer bij. Ben ik erbij. En ik heb wel met Pim overlegd wat ik het beste kon doen. Want ja, Pim maakt natuurlijk niet voor niets trainingsschema's voor ons, als wij daar zijn. Dus ik heb nu met Pim afgesproken. Voor de mensen die het interessant vinden, bij Pim doe ik echt krachttraining. Lage aantallen hoge gewichten. En in de sportschool doe ik hoge aantallen lage gewichten. Oké. Okay. Dus dat is een beetje het ding. En conditie en buikspieren kan ik altijd doen. Dus ik heb traplopen als warming-up gedaan. Dat vind ik altijd heel chill. Dan doe ik gewoon 10 minuutjes traplopen. Nou, dan je kuiten en zo staan in de fik al. Maar dan ben je gewoon helemaal warm. Daarna heb ik buikspieren gedaan. Echt 4 oefeningen. 3 keer per oefening. Dus zeg maar 12 oefeningen eigenlijk. Ja. En daarna een beetje uithoudingsvermogen benen. Maar het is hoge aantallen. Dus dan is het anders trainen dan wat Pim doet. En als laatste lekker rekken. Nou, dat heb je netjes gedaan. Ja, precies een uur. Ja, nou, tof. Ja, dat is wel lekker. Soms dan heb je geen zin, maar als je dan gaat... Ik had vandaag wel wat zin trouwens, maar... Soms heb je geen zin, en dan weet jij ook, jij hebt dat meer dan ik. Ja. Dan heb je geen zin, dan ga je naar de sportschool, oh, en dan kom je terug en dan denk je echt van... Yeah, so chill. Lekker. Ja, dat voel je helemaal chill. Ja, dat klopt wel. Ook heb je geen zin, dan moet je eigenlijk wel altijd gaan naar de sportschool. Ja. Dat is wel echt zo, dat klopt. Oké, dames en heren, daar lig ik dan met Marvin. Hi. Hi Marvin. Hallo. Je bidt je weer in. Ja. Oké, goed. We gaan lekker slapen. Morgenochtend gaan we sporten. Super veel zin in. En dan neem ik de vlogcamera lekker mee. Dus we zien jullie morgen sowieso bij het sporten. En nog wat andere dingetjes. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog toe. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie graag morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. No power. Oh ja, weet je trouwens dat wij in de krant staan van Barendrecht waar we waren? Ja. Ja, kreeg ik doorgestuurd van iemand. Ja, geniaal. Check hier. No power.